Ik heb hier een boek van Bart Funnekotter. Bart Funnekotter had in zijn familie over grootouders, vaders, die mee hadden gevochten met Napoleon in Rusland. En uit interesse voor wat er met die mensen gebeurd is, heeft hij op een gegeven moment het hele doopzeil van al die Nederlanders gelicht die meegegaan zijn met de tocht in 1812. Napoleon die daar met een legermassa van 600.000 mensen Rusland binnentrekt om de tsaar even een lesje te leren. En dan door de Russen in Rusland binnengelokt wordt. Hij gaat steeds verder Rusland in. Nou ja, het verhaal is natuurlijk bekend, totdat hij tenslotte in Moskou terechtkomt. Moskou heeft de Russen dan in brand gestoken, dus daar is verder ook niks te halen. En Napoleon blijft nog 35 dagen wachten tot de tsaar misschien een soort vredesvoorstel doet, maar dat doet de tsaar helemaal niet. En dan moet Napoleon onverrichte zaken weer terug. En dan komen ze in de verschrikkelijke vrieskou terecht. En van die 600.000 mensen blijven er misschien 50.000 over. De Grande Armée is helemaal vermorzeld. Nou, wat er met de Nederlanders gebeurd is tijdens die verschrikkelijke tocht, die door Zajmowski al heel prachtig beschreven is in dit geweldige boek 1812. Maar wat er met de Nederlanders gebeurd is, met de Nederlandse regimenten, dat wordt nog eens heel erg precies uit de doeken gedaan door deze Bart Funnekotter. Het is een overweldigend boek om te lezen. Ik heb mijn arm gebroken en heb wel wat afleiding nodig. Maar door het boek te lezen vergat ik die gebroken arm helemaal, omdat de ellende die in dit boek geschilderd wordt zo overweldigend verschrikkelijk is en zo afschuwelijk dat alles wat je zelf meemaakt daarbij tot hele kleine proporties teruggebracht wordt. Alleen al de Nederlanders, dat waren Nederlanders die bij de Berezina, toen ze terug moesten over de Berezina heen, de brug hebben gelegd. Ja, dat is een verbijsterend verhaal. Die mensen die daar in het steenkoude water palen moesten slaan waar plank opgetimmerd werden om de twee bruggen te maken waarmee het leger dan nog weg kon komen uit Rusland. Ja, het is een geweldig, ongelooflijk. Hij heeft het heel goed opgeschreven. Het is verbijsterend om te lezen.